In de nieuwste versies van Excel kun je nu ook met geografische gegevens geografische kaarten maken. Hier zie je een paar voorbeelden. Dit is een wereldkaart met inwoners van verschillende landen. Dit is een kaart van Europa met de landen en hun bruto nationaal product. Of een kaart van Nederland met de provincies en bijvoorbeeld de inwoners en het aantal inwoners per vierkante kilometer. Of nog gedetailleerder, een kaart van een provincie met een projectplanning. Hoe maak je zoiets? Eigenlijk is een kaartgrafiek een gewone soort grafiek waar je geografische gegevens in kunt uitzetten. En je maakt ze ook op dezelfde manier als een gewone grafiek. Je selecteert de gegevens. Je gaat naar invoegen. Hier zie je de kaartgrafiek bij de andere grafieken. Je kiest voor de kaart en de kaart wordt direct getekend. Wanneer er sprake is van getallen, zoals hier de inwoners, wordt dat weergegeven met een kleurenschaal. Is er geen sprake van getallen, maar van teksten, zoals hier, dan wordt er een zogenaamde categoriekaart gemaakt. Selecteer de gegevens, invoegen, kaart, en dan zie je dat er een categoriekaart gemaakt is. Net als bij een gewone grafiek kun je die grafiek aanpassen door die grafiek te selecteren. Je krijgt dan de hulpmiddelen voor grafieken, waarmee je de grafiek een andere stijl kunt geven, waarmee je de kleuren kunt aanpassen, waarmee je de basisgegevens kunt veranderen. Net als bij een gewone grafiek zijn de basisgegevens automatisch gekoppeld aan de grafiek. Dat betekent dat als ik van Utrecht bijvoorbeeld de gegevens weghaal, dat je dat direct ook ziet in de grafiek. Ik maak het weer even ongedaan. De grafiek, als die geselecteerd is, kun je met de plusknop aan de zijkant bijvoorbeeld de grafiektitel verwijderen of de legenda op een andere plaats neerzetten of er gegevenslabels bij zetten. En tenslotte kun je ook, net als bij een gewone grafiek, via je rechtermuisknop het grafiekgebied opmaken, een element van de grafiek kiezen, wat je vervolgens verder gaat opmaken. Bijvoorbeeld reeks van de inwoners. Daar kan ik bijvoorbeeld zeggen van ik wil niet een tweekleurenschaal hebben, maar een driekleurenschaal. En dan kan ik hier ook nog zelf de kleuren aanpassen. Ook net als bij een gewone grafiek is het zo dat als de basisgegevens in een tabel staan, zoals hier, dat dan de grafiek automatisch wordt bijgewerkt als daar gegevens bij komen. Ik maak even een nieuwe grafiek. Ik voeg even een nieuw item toe. En je ziet, de grafiek is meteen bijgewerkt. Wat gebeurt er nu als er een item ingevoerd wordt, geografische naam, die niet herkend wordt? Je ziet, dan komt er bij de grafiek automatisch dit bij te staan. En als ik daarop klik, zegt hij dat er een bepaald percentage van de gegevens niet betrouwbaar is. Als ik nou weet waar het in zit, ik weet bijvoorbeeld dat deze gemeentenaam niet goed is, en ik verbeter dat, is dat ook meteen erop gelost. Je ziet ook dat de kaart zich automatisch aanpast aan de soort gegevens. Dus nu is het de provincie Zuid-Holland. Wat gebeurt er nu als ik hier bijvoorbeeld Arnhem aan toevoeg? Je ziet, dan past de grafiek zich automatisch aan een grotere kaart. Dus zo kun je je geografische gegevens uitzetten in een kaart als een soort van grafiek. Heb je deze optie niet, dan heb je waarschijnlijk niet de juiste licentie van Excel, want je vindt dit in een Office 365 abonnement in de laatste updates.